hier? Ja, het gaat rustig aan. De man doet zijn best. Ik sta nu vast. Yes, een hele goede dag, avond, ochtend, whatever. Het is in ieder geval een nieuwe video van de Gierige Gasten. Wij zijn Martijn en Niels. Welkom. We willen weer een gratis taxi gaan pakken. Ja, we willen aan de andere kant bij een vriend gaan chillen. En daar gaan we natuurlijk niet voor betalen. Nee, dus wat hadden we bedacht? Vrij omslachtig. Jullie kennen waarschijnlijk nog wel het karakter Martine. Oh nee, dat is hem. Dat is hem. Hey! Zie ik dat je eerst in haar deed? Martine, de stoot die ze is, krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Martine daarentegen kan er niet zo goed mee omgaan. Dus die is zwanger. Ja, de vuile slet is bezwangerd. Dus wij dachten... Kun je een gratis taxi krijgen als zijnde een zwangere vrouw? We gaan het uittesten! Oké, hoe ga jij geloofwaardig een zwangere vrouw spelen? Wat ga je met je stem doen? Ik denk zo min mogelijk. Want als ik ga praten, dan ga ik op een gegeven moment de fout. Dus ik denk vooral... Want ik merk ook in het telefoongesprek in Bali, dan ga ik op een gegeven moment gewoon mijn eigen stem aan. It's Iris van Seben. I would like to extend my stay. Is that possible? On the same credit card? En ik ga achter hem zitten, jij moet aan de andere kant. Ja, en, okay. En jij bent gewoon de bezorgde vader. En ik ga op een gegeven moment... dat moet nog blijken of ik de vader ben. Straks komt er een getint jongetje uit. Dat weet je niet, hè? Oké, ik zou zeggen omkleden. You were giving me the typical. Het past dan niet, jongens. Laat staan met een zwangere buik. Maar het ziet er wel goed uit. Maar nog geen pruik op, hè? Oh nee, dan word je in één keer kei lekker. Loopt wel. Maak je daar nou echt druk op? Nee, ik maak er meer druk op Niels dat hij dan zo meteen met een hele lelijke vrouw daar zit. Dat is gewoon gênant. Heb je mijn vriendin wel eens gezien? Ja. Grapje, hè? Grapje! Turn off the sunshine. Here come the good times. We're living in a girl's world. Living in a girl's world. Ik kan zeggen wat je wil, maar ik sta wel knappen. Kunnen we dit alsjeblieft kunnen we even een foto van maken? Die sturen we naar JJ, die sturen we naar Busy. Oh ja, dan monteer ik nu ook nog een paar leuke gênante foto's van Niels. Hier zijn ze. Je dacht dat het was. Snel maar zwart. Hoe heb ik nu Tieten? Nee. Het nul verschil gemaakt. Ja, wel een beetje. Lijk ik dik in deze jurk? Je bent echt heel goor. Zie je borsthaar, weet je? Ja, lekker dit, jongens. Ga je dan nu ook even je baard scheren? Take one voor de team. Gast, je moet toch een vader spelen? Vaders hebben baarden. Maar Martine houdt niet van baarden, want dat doet niet lekker. Dus jij moet je baard scheren. Denk je dat de mening van Martine me iets boeit? Nou ja, het is de moeder van je kind, dus ja. Misschien niet. Ik denk dat Martine heel erg van kleuren houdt. Martine is een beetje borderline volgens mij. Heuze. Voorzichtig. Ga. Rustig. Gaat goed. Ik zie eruit een slap. Ja? Ja, alleen met een klein doekje. Oké. Klaar? Oh, sorry. Ik moest even uit. Helemaal klaar. Ik merk het al. Ik ben er klaar voor. Wij gaan buiten een taxi aanhouden. Na die rit. Zorgen dat er zoveel chaos wordt gecreëerd, zodat de taxichauffeur denkt... Hé, die mensen zijn te druk met bevallen, laat maar hangen. Ja, als er geen moment komt in de chaos om af te rekenen, dan moet hij ermee komen. En als wij het goed spelen, dan heeft hij die niet. Ja, goed. Oké. Laten we gaan. Geen bekende ergens? Nee, geen bekende. Oké. Het wordt aan de overkant. Ja. Aan de overkant? Ja. Oh, god. Schaap het dood. Voel je? Ja. Super nasty. Dat is gewoon echt een vieze slet. Nou, dat ben je ook. Oké, ik ga hier zitten. Ja. En jij gaat taxi aanhouden. Ja, ik ga taxi aanhouden. Ik blijf hier. Ja. Ja. Ik zit nu te wachten tot Niels een taxi heeft. Taxi. Jezus, wat zie ik er nou uit. Gadverdamme. En zodra hij een taxi heeft, dan wordt dit stemmetje. Oh,
sneller, meneer. Nou, ja, dat is. Oké, super veel zin in. Hey Niels, dat kind komt er zo uit, man. Schiet eens op, joh. Oh, hier. Yes. Oké. Hey, mijn vrouw die heeft weeën. Kan zij achterin? Ik heb een kleedje, dus... Oké, top. Kom maar, schat. Sorry, hoor. Gaan we naar de verloskundige? Ik adem. Oh. Moet je niet even lang uit? Nee. Weet ik? Ja. Oké, schat, kom aan. Ik ben alsjeblieft. Rustig gaan. Ik ben thuis, man. Ja, we zijn er dit maar 5 minuten. Oh, iets langer? 10 minuten? Kan sneller. Ja, schat, rustig aan. De man doet zijn best. Sta nu vast. Schat, rustig aan. Luister, kom, dan doe je het gewoon terug, hoor. Nog heel even wachten. Ik hoop het weer. Heb je het meegemaakt? Noem het weeën? Je maakt alles mee. Ja, het is voor... dat was helemaal mooi. Ja, zeker. Het is voor mij ook de eerste keer. Dus ik heb het reet te spannen. Nou. Zijn we er al? Ja, bijna, schat. Hoe lang nog? Het is nog 8 minuten, 9 minuten. Rustig aan. Oh. Je moet gewoon goed blijven ademen. Dat doe ik toch? Ja, niet piepen. Sta maar stil. Ja, het is... stoplicht is rood. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna, schat. Hou nog even vol. Puffen, puffen. Inademen, uitademen. Jij makkelijk praten. Denk aan vakantie. Heb je nog hulp nodig? Denk aan die wijntjes. Kun je mij helpen naar boven? Nou, het gaat wel lukken, hoor. Ik pak haar meteen even in de armen. Dan weet je dat. Zit het? Ja, stop hier maar. Ja, helemaal goed. Zo. Ja, oké, hartstikke bedankt. Ik pak het even van haar hoofd, ja? Oh god, dit was zo gênant, ouwe. Maar kom, gaan we binnen. Want ik weet dus niet of hij een rondje ging rijden of dat ik gewoon wel zo goed vond. Oké, okay, weet je wat we doen? Ja? Ik ga nu buiten wachten. Ja, ik ga bevallen. Jij gaat bevallen. En ik ga gewoon even kijken of hij er is. Of hij terugkomt. Of hij terugkomt. Als hij terugkomt, dan moet ik wel betalen. Als hij niet terugkomt, dan hebben we gewoon mazzel. Ja? Cool. Goed, Martine. Ja. Conclusie. Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Is je teruggekomen? Jij was alleen maar druk met puffen natuurlijk. Het is er nog steeds niet uit, maar ik heb zitten wachten daar buiten. Oh, daar is hij. Maar hij is niet meer teruggekomen. Dus met andere woorden, ik denk dat hij het wel geloofde. Nou, ik denk eigenlijk niet dat hij het geloofde. Jij zat naast hem. Ja, hij zat heel raar te kijken, continu. Maar het is ook een rare situatie. Het was een hele rare situatie, hij was heel stil. Okay. Op het einde vroeg hij nog wel... moet ik even helpen? Ja, dat heb ik gehoord. En toen, ja, ik denk dat hij het niet geloofde, maar ja, durf dat maar eens te zeggen. Ik geloof het niet. Ja. Dat is heel brutaal. Maar hij heeft dus dat gezegd, heel... fuck it, ik ga niet terug, ik geloof het wel. Fuck die 10 euro. Hij dacht inderdaad, fuck die 10 euro, ik rij Zij hebben het harder nodig dan ik. Ja. Sorry, taxichauffeur.
Maar het is wel gelukt. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben die abonnees nodig. Doe dat en dan volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video. Waarom heb ik het idee dat jij me in mijn kut gaat slaan? Op je kind slaan.